Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, we staan hier met Jorien van Ammelrooy van trainingskamp.nl. Jorien, toen Urk met wederom een hele grote delegatie het hotel afgelopen maandag binnenkwam, zag ik bij jou op het gezicht een hele grote smile. Dat klopt, dat klopt. Wij zijn ontzettend blij dat we Urk weer hebben mogen ontvangen. Niet alleen Urk natuurlijk, maar ook heel veel andere clubs. Ja, je zult begrijpen, we hebben vorig jaar niets mogen doen. Of althans niet in de winter. In de zomerperiode wel, maar het is voor ons gewoon een spannend jaar geweest. En eigenlijk tot aan oud en nieuw hebben wij gezegd van oké, we proosten op het nieuwe jaar, maar hopelijk gaat alles door. Ja, en als er dan zo'n grote groep, want dat zijn jullie, binnenloopt, ja, dan is dat voor ons enorm bijzonder natuurlijk. En zijn wij blij dat we na 3 jaar, hè, want normaal deden we elke 2 jaar, na 3 jaar jullie weer mogen ontvangen. Dus die glimlach, met name opluchting van dat er weer een groep binnenkwam. Ja. En de tweede reden was ook omdat het Urk was. Zeker, zeker. Urk is voor ons natuurlijk een bijzondere groep, een bijzonder project. In eerste instantie door de hoeveelheid mensen die mee zijn. Ondanks de spanning rondom COVID. Dus eigenlijk heeft niemand zich bezwaard gevoeld om zich aan te melden. Jullie zijn met een groep aangemeld van 114 personen. Dat is fantastisch en dat is uniek. Dat hadden we vooraf niet verwacht, dat er zoveel mee zouden gaan dit bijzondere jaar. Maar ja, wederom is het hier in Tormelines een Urker-invasie. En tot nu toe loopt alles op rolletjes. Hè? Ja, het weer, dat is ook prima. Ja. En zijn er nou nog momenten dat je toch wel weer moet improviseren door de omstandigheden? Ja, dat is dit jaar niet alleen bij Urk, maar eigenlijk bij al onze kampen is dat het geval. Dat is ook de reden dat wij dit jaar voor het eerst een back-office hebben. Dat betekent dat ik een aantal collega's in Nederland heb die nou bijna dag en nacht werken, zou ik zeggen, om alles gedaan te krijgen. Het is een bumpy road, om het maar zo te zeggen. We hebben veel mensen die toch last minute af moeten zeggen. Of omboekingen, er gaat toch nog iemand anders mee. Ja, en dat betekent veel wijzigingen met hotels, met vliegtickets en dat soort dingen. Maar dat regelen we allemaal. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Dus ik hoop dat jullie het ervaren als dat het goed gaat. Maar aan de achterkant betekent dat voor ons veel werk. Maar goed, als het dan slaagt, geeft het ook extra veel voldoening. Goed, en dan tot slot even. Wat maakt Urk dan zo speciaal voor jou, buiten de grote groep? Ja, nou sowieso het contact met jullie BCU is heel erg prettig in het voortraject. Wij starten, en dat hebben mensen misschien helemaal niet door, maar wij starten bijna al een jaar van tevoren met de inventarisatie, met kijk van wat gaan we doen, hoe kunnen we weer een programma aanbieden wat voor iedereen interessant is. En ik heb een klein beetje Urken roots in mijn familie, dus mijn moeder is ook vooral altijd heel erg bezig met oh, en Urk gaan ze weer mee. Maar sowieso de sfeer in de groep, de mensen die mee zijn, het is gezellig. Het voelt voor ons alsof wij deel zijn van de groep. We worden heel welkom ontvangen, de mensen groeten allemaal, kom erbij zitten. En dat is gewoon voor ons ook gewoon heel gaaf om te doen. Goed, laten we hopen in ieder geval dat we over 2 jaar jullie gast weer mogen zijn. Maar voorlopig nog even 2 dagen, vandaag en morgen, de gast van trainingskamp.nl. Dankjewel. En ik heb zelfs gehoord, dan ga ik je toch nog even onderbreken. Maar ik heb zelfs gehoord dat dit een inhaaltrainingskamp is. Want jullie zouden eigenlijk vorig jaar gaan. Dus we hebben de stiekem hoop dat we hem voor volgend jaar weer in de agenda kunnen zetten. Goed, laten we dat in ieder geval met stippenlijntjes doen. Voorlopig in ieder geval, dankjewel. En nog veel succes met mogelijke improvisaties voor de komende 2 dagen. Dankjewel Jorien. Bedankt. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.